Cultuurcollege. De karakteristieke patronen van Escher in 1 minuut. Een patroon met een vorm of figuur dat zichzelf herhaalt zonder dat er tussenruimte overblijft. Deze vlakvullingtechniek is altijd erg belangrijk geweest in het kunstenaarschap van Maurits Cornelis Escher. Geïnspireerd door het Spaans-Islamitische tegelwerk in het Alhambra, een paleis in Spanje, begon hij hiermee te experimenteren. Voor hem alleen geen abstracte patronen, maar herkenbare figuren, zoals vissen, hagedissen en ruiters. Naast deze klassieke vlakvulling speelt hij ook met formaat. Patronen groeien, krimpen en transformeren, zoals te zien is in zijn metamorfosewerken. In het werk Reptielen laat hij de tweedimensionale hagedis zelfs ontsnappen uit het papier. Bij elke stap voorwaarts schudt hij de hoekige vormen van zich af en komt als stoomblazend tot een hoogtepunt, waarna hij weer terugkruipt in het vlak. Wil je de werken van Escher in het echt zien? Ga dan nu naar de expositie Escher Andere Wereld in Kunstmuseum Den Haag.